geluid aanzet, dat je het nog een keer kan zeggen. Ja. Of weet je het zelf, dat ik vanochtend slordig was en daarna weer goed. Ja, okay. Ja, nee, het ja. Heeft een mooie stapje gemaakt. Ja. Je ziet vanaf hier wel heel goed hoe die blauwe strepen op je schouders alle kanten bewegen. Dat betekent dus dat je veel te veel aan het inspannen bent. En je ziet eigenlijk dat je bij het klaarzitten al je schouders heel ver naar voren duwt. Je blijft gewoon breder zitten, zo mooi breed zoals je achterin zit. En je handen zijn ook een beetje raar. Het lijkt alsof bij het teruggaan, ja, moet je af en toe even kijken of je bovenste hand echt voor je onderste blijft. Kijk ook naar je uitpik, die is soms nog wat slordig. Dan komt hij niet schoon uit het water. En dan zie je ook dat je uit het water draait in plaats van eerst nog verticaal uit het water komt. Nou, en ook vanuit deze kant zie je eigenlijk dat je nog een beetje vastzet voorin met je schouders. En daardoor kom je eigenlijk niet meteen lekker op je benen. Dus als je veel meer ontspant voorin, dat hebben we ook in de achter heel veel over gehad, dan kom je veel soepeler weg voorin. Kom je veel makkelijker door het eerste stuk van die haal heen. En heb je ook minder de neiging om omhoog te komen tijdens de B-trap.